elke dag kunnen wij hier van betekenis zijn. Maar wat wel een feit is, dat dit een koers van 8 dagen is. En is 8 dagen een hele grote kans. Want het is misschien de mooiste en de belangrijkste koers van het jaar. Maar we moeten ook zorgen dat we alle 8 dagen hier kleur gaan geven. Mathieu van der Poel, trying to come off the wheel. Van Aert, alongside Alaphilippe. Van Aert over the line. I'm here at Kendall. Van der Poel takes the stage. Good morning. Straight from Overijssel. Yes, do you have to talk in English now? Yeah. The grape ride? The grape ride. Grapefruit. Nee, de Flanders grapefruit ride. Over 2 weken rijden we Tour of Britain. De grootste koers van ons bestaan, van onze wielerploeg. Ja. De Tour of Britain, een puntpro-wedstrijd tegen ploegen als Jumbo-Visma, Ineos, DSM, Wout van Aert aan de start, Sam Bennett aan de start, fuck vet. Ja, tijd om eens in te checken bij de boys, te kijken waar ze staan. En dit weekend hebben we de grape ride, de drijvenkoers. De grape ride. And tomorrow? Egmond cycling race. Yeah, man. Dat is een mooi meetlatje om te kijken waar we nu staan. Het zijn 2.1 koersen. It's a good weekend to stick the thermometer in. Ik zou zeggen, jij gaat mee in de auto, wij gaan bidontje aangeven. Dat lijkt me. En gewoon even gewoon de temperatuur meten. Ik heb net te horen gekregen, we zijn volgwagen nummer 1. Ja. Dus we hebben goed zicht op de koers, dus als jullie wat te melden hebben, bel me gewoon even. Of je Big Mac wil, dan... Doe maar een AA'tje. Alright, okay. Let's go. Is er jouw koffie in Overijssel? You want coffee? Yeah, I want a big cup of coffee. Latte macchiato. Zoek van Waterloo. Klootzak. Controle, is het oké voor jou? Zo? Ik vind jou de beste van je te rennen met de meest witte schoenen. Die worden... als de mensen kijken, dit is wat je wil zien eigenlijk. Gewoon wit op wit. Wit op wit. Maar deze houden net uit de doos of wat? Die staan ongeveer een week op. We kwamen gisteren bij Jordi Bouts van koffiestopje. Voordat hij thuis was, had hij zijn schoenen al uit in zijn hand, zodat hij niet door de steentjes moest lopen met die schoenen. Dat is dedication. Proper houden. Applaus. Bedankt. Net houden, hè, die handel. Ja. Gaan we even een pre-race meeting? Ja. In het Fries? In het Fries? Ja, in het Nederlands, dus moet ik het gewoon typen. Ja, maar of in het Engels voor de Tour of Britain? Dus voor uw Friese volgers. Is de Tour of Britain the greatest race you've ever ridden? The biggest race. Yeah? Yes. It's gonna be very exciting for you. Exciting and hard, hè? Hey, and this weekend? Can you describe the grape race for me? The grape? De grape course, yeah. The grape race, ah. Yeah, it's hard, hè? Hard course. Yeah, hard. Hills. Yeah, we go for the win, hè, and then we see. Go for the win, yes? Yes, of course. Ik heb gezien wel in al die dingen. Je moet altijd air achter die, hè? It's going good, hè? It's good, hè? But always hard, hè? Thank you very much. Maar jullie onderschatten hoeveel Friese volgers wij hebben, hoor. Met Tietema. Shout out alle Friese volgers. Ook dat publiek nu al gewoon tevreden. Laat even weten in de comments. Precies. Ja, het gaat door, hè? Matthijs gaat de voordeel in te spreken, joh. Precies. Wanneer, joh? De nieuwe hangbare taal. Je ziet een plat op de achtergrond. Het pot komt in kwijt, is Braxbo team. Toen zit Tietema Unibet op het podium nu. Met het nummer 157, Wouter Toussaint, Harry Tenfield, Abram Stockman, Martijn de Vries, Jordi Bouts, Davide Bomboy en Joren Bloem. Leg ons eens uit wat de Bloem Tour de Tietema toch zo wel speciaal maakt. Ja, een ander insteek, hè? Een beetje het nieuwe wielrennen, denk ik. Zonder doping. Ja, een beetje een frisse wind, denk ik, in het wielrennen. Oké, we wensen het allerbeste voor de ploeg TDT Unibet, dames en heren. Abram, kun jij eventjes als captain heel kort de tactiek erin gooien? Met 4 aan de bumper klaarstaan om mee te zijn in de vroege vlucht. Jordi en Gertijs sparen zich in de finale. Vanaf dat we eigenlijk richting de 4 kleinere rondjes gaan, is gewoon en met alle aanvallen meeschuiven voor de finale trein. Ja. Lekker. 6, 5, 4, 3, 2, 1, en Tietema!
De druivenkoers bestaat uit twee lussen, waarvan vooral de tweede vol zit met steile klimmetjes. In de eerste lus lukt het Abraham om volgens het plan in de vroege vlucht te zitten. Goed jongen. Na zo'n 100 kilometer beginnen we aan het tweede gedeelte, met daarin de beruchte Smijsberg. Yo. Hey. We hebben een connectie met... Hey Bas. How are you doing? Yeah, it's going really well. The gap is 1 minute and 17 seconds to the front. Okay. With Abraham stuck, man. En nu gaan ze straks dat andere lusje doen met die beklimming erin. En wij zijn onderweg naar de Smijsberg. Ja, die ja. Ja. Dat wordt het moment van de koers. Devin, waar ging het gebeuren? De Smijsberg. Waar staan wij nu? Op de Smijsberg. Het gaat hier 17% naar boven. Dus ja, dat is je vrijstijl. Het stukje waar het echt los kan gaan. Ja, zo net was er een breukje. Dit ziet eruit als een grote eerste groep. Ik zie niemand van ons. Zo, ze gaan hard omhoog gaan. Holy fuck. Dit doet gewoon pijn. Ik zie wel iemand van ons, die links. Ja, als hard ijs. Nee, dat is Jordi. Jordi Boutu. Jordi Boutu is erbij. Kom maar, Jordi! Kom maar, Abraham! Oei, kijk. Dit is een plakbidonnetje. Mogen we dit goedkeuren? Hij pakt denk ik wel een... Ik weet niet of dit mag, maar... Kom aan jongens, sprinten! Hey, dat is knap jong! Hey. Nou, best sprint nog. Ben je niet moe, hè? Nee, dat valt mee. Hoe is met je hartslag? Toen in de nacht. Steady. Kom aan jongen. Ik wil nog hartslag hebben. Ja. Nou, dit doen we nog even. We hebben even extra support ingeschakeld, dames en heren. Right. Ik ken deze berg, pijnlijke berg. Wat voor coaching ga je zeggen? Ik ga zeggen, kom aan, alles geven. Succes. Ja, dat is goed. Zet hem op, ja. Karma! Op de één na laatste keer Smijsberg is er een groepje weg, zonder één van onze renners. Maar daar vlak achter sluit Jordi aan in het wiel van Victor Kampenaert. Hey, dat is Jordi derde, Jordi derde. Kom aan, Jordi. Kom aan, Jordi! Kom aan, Victor! Kom aan, Jordi! Zou dat een showmannetje zijn, denk je? Ja, dat is een showmannetje. Ah, valt mee. Ik zie nog twee TDT Unibet hempjes, maar de koers is al een tijdje voorbij. Naast de auto is al een tijdje voorbij. Die dropped us real hard. Guys, course is done already. Hoe is het bij de jongens? Goed, goed. Jordi zit voorin, koproep. A few moments later. Hey gasten. Oh, hello. Show, hey. Yeah, so we are racketing. I'm with Mr. Yorkshire. Yeah, we're going Karamar. We all drop because of drop. Oh, should we do a sprint? I give you lead out. Je moet er iets van vinden toch? Wie gaat er nou DNF jij ook over de finish? Ik vind het moeilijk, maar ik vind het ook wel grappig. We staan bij de finish van de druivenkoers en Josse is nerveus. Ik ben nerveus. Uiteindelijk wint Victor Kampenaerts de sprint van Rasmus Stille. In het groepje daarachter komt Jordi binnen op een hele knappe tiende plek. Jordi! Klasse Jordi! Ik denk dat Jordi 10, 12, zoiets. Heel goed. Is klaar? Ja, zeker. Fucking nice. En hoe was het? A-blok. Stevig, hè? Pak die Smijsberg. Niet nice. Niet nice. Niet nice. Hoeveel keer bent je erop gepiept? Een half. Een halve keer. En dan heb je gezegd, oeh, deze. En dan zag ik kunnen en ik van, oh, dat is een goed excuus om te stoppen. Dan had ik dat excuus ook. Ja, ja. Echt pop. Hier. En Jordi? Jordi is van 10 of zo. Straat, man. Gefeliciteerd. Sorry jongen, ik wou een beetje ruimte maken, maar geen tieten laten zien. Ruimte in de tietenbaan. Wat is er wat, Jordi? 10 of zo? Je moet doorrijden. Ik kom die sprint nog binnen. Ja, maar je hebt die sprint niet gewonnen. Nee, tweede. Sadlife, hè. Was je tweede? Ja, van die groep, ja. Oh, goeiedag toch weer? Ja, wel een mooie dag weer, hè. Zo gaan we door. Zo gaan we zeker door. Hey, en morgen rustig denken? Nee, morgen gaan we duurtraining doen. Ik heb grotere doelen. Waar dan? In Great Britain? Ja, daar moet ik niet Scampi kloppen, maar dan moet ik wel Van Aert kloppen. Dat is nog een ander paar mannen. Kijk, daar gaan wij voor. Van Aert kloppen in Great Britain. Schrijf maar op, dames en heren. Jordi Boutu. Goedemorgen.
morgen vanaf het vliegveld Zaventem, Brussel. En mooi dag vandaag, want we gaan koersen. Egmond Cycling Race. Goedemorgen. Morning. Het is nog iets te vroeg eigenlijk voor mij om in beeld te komen. Ik ben een vroege vogel van de vroeg. Ja. We hebben alweer een half uur erop zitten. Ja. Dat is 5 juli. Echt. Leuk. Wat ga je eten eigenlijk? Kijk wat er is. Hoe kijk je naar de Ronde van Engeland? Is het de grootste ronde die je ooit hebt gereden? Ik denk wel dat het een van de grotere rondes zal zijn dat we aan de start staan na ZLM. ZLM was 5 dagen, dit is 8. Dit zijn ook grotere teams. Met Ineos aan de start staan is toch wel. Heb je alles tegen hem uitgereden? Bij het kampioenschap. En hoe ging dat? Ik was er voor dit jaar. Oh, je hebt een eentje aan boord die de auto heeft geslagen? Mooi dag vandaag. Nice day today, yeah? What is it going to be today, kind of course? It's going to split up a lot and it's going to be a small bunch of sprint. 30 riders. Hey. Hey, ploegleider voor de dag. Nou, dat wordt weer niks. Nee, we gaan winnen. Echt? Ja, tuurlijk. Een beetje vlog trouwens. Goed. Mooi. Wil je de jongens achterin nog spreken? Ja. Hier worden geheime dingen gedaan. Wat is dit? Geheime aantekeningen. Dit. Dat is wanneer dat tegen aanvallen. Kijk, 40 zot. Ja, je moet wel een beetje snappen waar het over gaat. Want... 50 driehoekje. We gaan nog even verder. Wat betekent dat? Zot is de doorkomst in Zottegem. Driehoekje. Pad. Paddenstraat. En dat gaan we dus 2 keer doen. En dan hebben we nog 2 keer de lippen over straat. Mooi in elkaar fabriceren. Zeker, zeker. Creatief. Ik kan altijd solliciteren nog in het content team, toch? Ik zal het er zo bewegen. Direct vanaf het begin van de Egmond Cycling Race zitten we er scherp bij. Uiteindelijk rijdt er een grote groep weg met 3 van onze mannen vooraan. Martijn Budding en De Vries zijn de vertegenwoordigers van Tour de Tietema. En dan hebben we ook nog Tanfield. Tot in de finale lukt het Hartijs om bij de voorste groep te blijven. Laten we bij de 4. En door de brandnetels gelopen. Zat er pissen en toen zat de 2e keer dit weekend. Was gisteren ook al bij het pissen. Nou, we zitten wederom bij de laatste 10. Wordt bijna normaal soms, is het niet. Hartijs zit mee met Christophe, Alexander Christophe. Een eindsprint met 10 man. Deunen, ze laat lopen nog 9 man, dus podium. Top 5. De Buist die heel slim nu in het wiel van Christophe zit. We zijn nog met 6. De Vries. Op 400 meter maakt hij ook nog deel uit van het groepje dat ervoor gaat sprinten. Christophe kijkt over de linkerschouder. Buist of Christophe. Het wordt de... Vierde denk ik. Vierde? Dus dan wordt die vierde. Lekker gaat thuis jongen. Lekker man. Die sprinten had ik net niet om met die eerste 3 mee te gaan, weet je wel. Ik had fucking Christophe erop moeten leggen. Daar hadden we denk ik wel een ander probleem gehad. Ja, dat is Ik denk vijf. Het weekend zitten we op, Bas. Er is veel gebeurd dit weekend. Het weekend dan 1.1 koersen. Mooie uitslagen, veel geleerd. Ik denk dat iedereen in vorm was. Iedereen heeft de finish gehad, terwijl het een zware wedstrijd was. Ik vond jou ook in vorm. Ja? Ja. Ja, ik heb veel plezier in hoe het gaat. Hoi, hoi. En nu op naar... From the continent to the island. 8 dagen koersen. Cheers from Zottegem and we see you later. Bonjour vanuit Manchester, daar zijn we dan. Het is dan eindelijk zover, de Tour of Britain waar we keihard naartoe gewerkt hebben. We zijn hier ook weer met een sterk team. We hebben helaas 1 afwezige. Jordi Bouts was zeer goed in die wedstrijd, hij heeft daarna een verkoudheidje opgelopen. Maar we hebben hier wel Davide. Julia natuurlijk, Julia hebben we ook, maar die gaat niet rijden. Joren, Abraham, Harry, Martijn en Hartijs. Hartijs natuurlijk. Maar we gaan het hier opnemen tegen de grootste teams die er zijn. Renners die wij in de Tour zien. Wout van Aert, Pitcock, Carlos Rodriguez, Gaviria, Sam Bennett. En dan vergeet ik er nog heel veel. Zijn die goed? Ja, dat denk ik wel. Maar moeten wij daar bang voor zijn? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we hier aanvallend te rijden door in de sprint te mixen. Dat er heel veel kansen voor ons zijn. Maar laten we hier eens even kijken hoe het ervoor staat. Het is bij Ineos hier. Hè? Hier is de basketbalkampioen natuurlijk. Hè? Ben Turner. Voor de nieuwe highscore, Ben Turner. Oh! Oh! That's it.
staan er wel met z'n hetzelfde toneel, maar qua... Basketballen zijn we beter? Nee, qua maandag is het wel even anders. Ja, het is sowieso wel wat anders dan de wedstrijd die we tot dit jaar eigenlijk gereden hebben. En het mooie is wel dat volgend jaar we naar dit niveau toe gaan, dus dan is dit eigenlijk de standaard. Dus het is mooi om een beetje te kijken hoe dat gaat. Good luck at this week. Pretty epic to ride this race. He's arrived running at the time trial stage back in 2019. Er staat hier echt publiek, veel. Misschien moet je even vragen of ze de camera mee kunnen nemen op het podium. Twee handen, hè? Hallo, David. Ik zie het zitten. Ik zie het staan. Ja, maat, je heet je vader niet. Hij heeft geen job meer vanaf nu. Oh, we excited. Yeah, toch blijven fietsen. Klasse, klasse, klasse. De etappe. Etappe nummer 1. Eltringen to Manchester. En het is hier nog best heuvelachtig, kan ik je vertellen. De start is redelijk vlak. Dan heb je hele lastige middelsectie. En de finale is weer wat makkelijker. Wat je kan verwachten vandaag is, wij gaan volle bak om daar in de avond te zitten. En als het niet lukt, dan hebben wij Davide en Martijn. Maar ook dan denk ik dat een top 5 of een mooie uitslag ook mogelijk is. Dus we hebben twee kansen. Mooi is in deze ronde dat we echt de underdog zijn. En laat ons maar lekker in die underdog positie blijven. En dan zien we het wel aan het einde van de week. Zin in? Ja? Fucking vet dat ik tussen al die mannen hier staan. Dat is echt een droom eigenlijk. Geniet ervan, hè? Thanks, maat. We gaan 8 dagen racen dwars door Engeland, hè? We gaan zien wat het gaat brengen. Hello and welcome to the 19th edition of the Tour of Britain Stage 1, starting today in rather sunny, beautiful Altrincham. We're heading to Manchester, which as the crow flies isn't too far away. We zitten op kop samen met Pitcock. Started from the bottom. Now we're in the Tour of Britain. Josse is er nog niet, want die moet nog een wedstrijd rijden in aanloop naar de Ronde van Hank om hiervoor in de voorbereiding te komen. En Devin, die mocht eindelijk eens een keertje een paar dagjes weg naar Marokko, dus die komt ietsjes later. Ja, ze gaan beginnen. Daar gaat de vlag. En we hebben een aanval. And it is indeed St. Pirin on the offensive straight away, followed by the light blue jerseys of the TDT Unibet cycling team. Maar het mooie is, wij hoeven niet in de avond te zitten voor zichtbaarheid. We hoeven niet voor Jan Lul in de kroeg. We geloven er echt in dat dat de manier is hoe wij dat doel kunnen bereiken. Oei. British is so pathetic. We've already got a crash. Sorry to cut across you there, Brian. That's unfortunate. That is Martin Budding. Alles goed? It looks like he's okay, covered in mud. It looks like he's had a relatively soft landing, torn his jersey in the process. But not a good scar for the TDT Unibet cycling team. Het zag er niet goed uit, hè? Ik denk niet dat hij verder kan. Ja. Het is wel een rollercoaster. Martijn zou eerst niet rijden, omdat Jordi zou rijden. Martijn reed dan de afgelopen weken echt heel goed. Nou, en Jordi die was ziek. Het is Harry, denk ik, hè? Ik denk dat Harry mee zit. But this looks like Tanfield. It does look like Tanfield. That's a well recognised there, Brian. But Tanfield sitting at the back of the moment. Always a good rider to have in the breakaway. Good time trialist, a good ruler, especially over this sort of terrain, Brian. Lots of Eric. Van 5 man. En we gaan nu op ons eerste puntje even kijken hoe het met Harry gaat. Of Martijn terug is na zijn val. En ondertussen gaan we even bidonnetjes. En ik moet pissen. Maar het was te druk. We staan op een topplekje. We staan hier aan de voet van de beklimming. Wat zouden ze willen? 320 of elektrolyt? Ik weet het niet. Ik denk dat het warm is. Dus ik denk dat ze een elektrolyt willen. Harry! Goed luck, hè? Hoe moet je die klimmetjes toch? Ja, hij weet ook. Ik moet nu overleven. Abraham! Drie bidonnetjes, hè? Martijn zat er ook, toch? Ik denk dat Martijn gewoon weer terug zit in het peloton. We zijn naar de beklimming gegaan van de dag. En die is stijl. Die is heel stijl. Die is 25%. Staat hier veel volk. Heel veel volk. Harry zit nog steeds in de kopgroep. En als hij hier kan overleven, dan komt hij ook de finale in. Nu komen we op het stijlste stukje. Ik zal even laten zien hoe druk het hier is. Het gaat gek huisje worden hier, hè?
here we are on the slopes of the final categorized climb. And it is absolutely fantastic. There's a big acceleration by Fouché. He was gone long on this climb. The man suffering at the back now is Harry Tanthold. No real surprise there. Zoals verwacht voor Harry op de heuvelachtige stuk het lastigst, maar ja, hij zit er nog bij, dus dat gaat goed. En de laatste 40 kilometer die zijn echt goed voor hem. En Martijn knokt zich goed door de etappe en de rest van de jongens zit gewoon goed in peloton. Dus die zijn er ook wel klaar voor de sprint. Ik denk dat Davide er echt voor wil gaan. Dus. We zijn bij de finish in Manchester. En staat het publiek? Ja, er staat veel publiek. Het kopgroepje is nog maar 3 man. Die hebben nog 15 seconden. Ze moeten nog 6 kilometer. Maar ik zie onze jongens op kop rijden. Of nee, niet op kop, maar ze zitten klaar. Davide gaat denk ik sprinten. Het mooie van Davide is dat hij durft, zeg maar. Hij blijft niet zitten. Maar ik denk dat hij als hij de kans ziet, dan gaat hij gewoon. We gaan het zien. Eerste etappe Tour of Britain. Eerste deelname. Eerste sprint. 2.8k's to go, Bri. And it is the figures of Movistar who are now driving on the front for Fernando Gaviria. Gaviria, Sam Bennett, Olaf Kooi, Wout van Aert. Daar heb je de bom. 1800 meters to go now. And we have another left-hander. Ja, hier. Hij gooit hem er gewoon tussen. Klasse. Klasse. Navigates his way through the corner. And it looks like, this wasn't quite a crash. It looks like somebody had come down. But Mullinen looks like he's away on his own. Klasse man. Ethan Vernon just latching on to the back of this group. But I fear he's a little bit too far behind. And now kick out of the corner. So Kooi launches on the left-hand side. Bennett in the slipstream of the Dutchman. But it is Jumbo Visma who take the wing. Olaf Kooi in first. Davide zit daar rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klasse Davide! Het is nog wel iets anders dan 1.1. Fuck, dat was intens. Ja? Fuck man. Ja, maar ik heb soms echt een beuk gekregen dat ik dacht van what the fuck. Ja, niks aan aangetrokken hè. Mooie move bij dat verkeersding. Ik dacht als er niks gaat staan, ga ik daar springen. Maar het pakte best goed en ineens zat ik daar tweede. Wie zat er ervoor? Wout? Olaf Kooi? Bennett denk ik. En dan nog een van UnoX. Ah, hier de uitslag. 7e. Olaf Kooi, Wout van Aert, Sam Bennett, Max Kenter, Vernon. Fridheim, Bomboy, Van der Poppel, Strano en Rory Townsend. Solid top 10. Ja, dat was wel fucking vet. Om tussen die mannen te rijden en dan in de laatste 3 kilometer liggen duwen tegen Wout van Aert en Tom Pidcock. Ja, dat was wel fucking zat, maat. Een zware dag gehad. Hey! Live. Hallo. Marrakesh. Ah ja, ik zie een palmboom. Ja, het ziet eruit als met een Ajax shirtje. Hakim Ziyech. Een klein Franse beeldje. heb je ergens in een Marokkaans barretje de Tour of Britain kunnen kijken? Nee, ik kreeg op een gegeven moment een push-notificatie van Eurosport dat de Jumbo-Visma 1 en 2 had. Dus ik klik op een artikel. En het eerste tussenkopje was dat Davide Bomboy 7 was geworden. Ja, hij nestelde zich er lekker tussen. Was ook minder nieuws. Martijn die is uit koers. Ah. Die is gecrashed. Vallen. Zwaar, ja. Harry die doet mee om de prijs van de strijdlust. En laat dat nou net een prijs zijn die door het publiek bepaald moet worden. Televoting. Moet ik vanavond even bij de animatie de microfoon pakken en alle dronken Engelsen ter plekke hier laten stemmen? Ja, laten we dat doen. Groetjes, Devin. We have now 2 competitive prizes. We want to fuck the system. Vandaag niet weer sprinten. Kopgroepje laten rijden. Dit is een Tour de France voor jou. Fuck, animatie.